ben Nathan Kaermans en ik ben 17 jaar. Ik ben hier op Gallo-Romeins weekend in Wervik. Ik reenact hier een Romeins legionair. Ik ben Jan Thezebaert, ik ben 20 jaar en jullie bevinden jullie nu in het Persisch kampement. Ik ben Casper Longeau en ik ben 14 jaar en ik speel hier als een Romeins burger. Ik ben Kleen Verhavert, ik ben 18 jaar en ja, ik ben hier voor EZT reenactments. Jullie hebben nogal een aparte hobby, van waar die interesse? Die is begonnen in de lagere school toen ik een spreekbeurt deed over Romeinen. En dan is die passie gegroeid en blijven groeien. Eigenlijk is mijn vader daarmee begonnen, ook op dit evenement zoveel jaar geleden. En ik ging zo als klein manneke mee. En zo ben ik daar eigenlijk in geëvolueerd en steeds verder en steeds meer gekocht en verder uitgebreid. En ja, nu ben ik hier. Hoe ziet zo'n reenactmentdag eruit? We beginnen eigenlijk met een oefensessie om alles gewoon te worden. Dan meestal een show, soms twee shows, dat hangt er vanaf. En dan spelletjes spelen op authentieke wijze. Hoe reageert jouw omgeving op het feit dat jij deze hobby doet? Ze vinden het leuk, uniek, soms ook bewondering. Maar algemeen wordt het goed geapprecieerd. Je hebt zo twee kampen. Je hebt mensen die dat echt wel cool vinden en zo echt wel een keer willen komen kijken. Je hebt dan andere mensen die dat maar raar vinden en vinden dat ik eigenlijk een apart volk ben die geen contact willen met mij, want ik ben maar een rare die een rare hobby heeft. Ik raad gewoon aan om uw eigen interesses te volgen en u zeker niet te schamen om een beetje verkleed te lopen. Het siert ook een beetje de ijdelheid, want iedereen is erop gesteld om een mooie outfit te hebben. Dat is een beetje het leuke aan de hobby. Het is alsof je een tweede zelf bent in een andere wereld.